De smaakmaker van de mastaard, de winnares van de mastaard. Ik heb een mooie mastaard gezien. En jij zat te sleuren, te loeren. Jij leek, de patron van de mastaard. Je leek alles in de gaten te houden. En je blokte iedereen af. En dan ging je de sprint aan en dan kom jij. Dat vind ik wel een beetje flauw. Jorien leek te winnen en dan kom jij er nog voorbij op de laatste centimeter. Ja, het was echt de laatste centimeter inderdaad. Ja, ik ben voor Nederland en dan denk ik, nou, hou die andere even uit de wind en laat Jorien lekker winnen. Nou ja, uiteindelijk hadden we afgesproken dat eigenlijk Mariska voor de winst zou rijden. Dus wat dat betreft is het goed uitgepakt. Oh, hier, ja, ik proef een beetje de wielerploeg tactiek van afspreken wie er gaat winnen en daarvoor rijden. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat je de wedstrijd ook niet van tevoren helemaal kan bepalen. En we hadden wel gezegd, ja, we moeten gewoon kijken hoe het gaat. En ja, eigenlijk wilden we de laatste ronde, zei ik van, nou ja, die wil ik wel eigenlijk gewoon op kop doen. Dat we daar gewoon vol gaan, want het is best lastig om nog in te halen en de bocht is best wel groot. En ja, ik zat gewoon te ver van achter en Jorien die zat op kop en die dacht, ja, ik moet maar gewoon doorrijden. En dat was hartstikke goed en ik kwam mijn laatste stukje nog omheen. Dus. Ja, want jij lag op kop, maar dan krijg je dus een punt dat je moet gaan finishen. En je kan helemaal niet finishen op jouw klapschaatsen, want je bent niet gewend. Nou ja, in principe kon ik wel finishen, maar ik ben nog iets gehinderd van achter, waardoor ik net mijn been niet goed door kon strekken. Oh God, zat die Duitse Claudia Pechstein in de weg? Geen idee wie het was, maar... Ja, die werd derde, dus die zal het er geweest zijn. Dat zou maar zo kunnen. Maar ja, het was een prima rit zo, toch? 1-2. 1-2, ja, voor jou helemaal fantastisch, want jij pikt van alles mee wat je van tevoren niet gepland had. En voor jou begint het bijna gewoonte te worden. Het is je derde mastaardoverwinning. Ja, klopt. Ja. Nou, er werd al een beetje druk op gegooid aan alle kanten. Je hebt vorig jaar gewonnen, dus nu ook. Maar ja. Toen dacht je die laatste 100 meter, oké, nou moet ik hem doortrekken, want anders krijg ik gezeur. Ja, precies. Nu moet ik wel, ja. Maar het is leuk. Het was een leuke wedstrijd, hè? Laten we het aan Jorien vragen, want jij hebt het nog nooit eerder meegemaakt. Vond je het leuk? Ja, ik vond het zeker leuk. Leuke interactie met alle rijders. Dus ik denk dat het wel iets is voor de toekomst. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, dan mag jij winnen. Ja, maar Jorien mag ook best een keer winnen, hoor. Ja, wie weet. Ja, je moet er wel bij zijn. Ga maar lekker short trekken eerst. En jij gaat weer ook wat anders doen. Ja, marathon dan gewoon. Marathon dan weer. Iedere keer weer wat anders. Heerlijk, wat een leventje. En een beetje lange baan, ja ook. Veel plezier met alles. Dank je. Ja, oei, dank je.